en super tof dat jullie kijken bij mijn allereerste vlog. Ja, ik denk dat het mijn eerste vlog is, hè? Nou, ik weet het niet zeker, maar goed. In ieder geval, mijn naam is Tex en vandaag ga ik op vakantie naar... Waar gaan we naartoe? Ik weet niet meer. Ah, wel, ik weet het wel. We gaan naar Spanje. In ieder geval, het is nu volgens mij iets van half... Half 1. Half... Kwart over 12. Het is iets van kwart over... Ik weet niet hoe laat het is. Maar de taxi komt om 1:15. En dan gaat hij ons brengen naar Schiphol. En dan gaan we vanaf daar, vanaf Schiphol naar... Met de vliegtuig naar Spanje. En dan gaan we met de taxi naar de camping. Ja. In ieder geval, ja... Daar komen de twee weer, komen dus vakantievlogs aan. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik heb al even zo'n gek zakje gehad voor mijn telefoon. Zodat ik jullie ook mee kan nemen nou ja, in het zwembad en zo. Ik heb al een klein statiefje en zo. Maar goed, in ieder geval, ja, laten we maar onderweg gaan. We gaan sowieso ook nog, nou, ik ga met mijn moeder en met mijn broertje op vakantie. En met mijn tante José en... Patrick, dat is mijn neef. Maar die gaan we zo nog ophalen. We gaan, de taxi komt eerst hier naartoe. Dan rijden we naar hun toe. En dan gaan we met z'n vijven naar Schiphol. Ja. En dan, nou ja. Ik denk dat we even spelletjes gaan spelen in de taxi. En ik denk niet dat ik in de taxi ga filmen. Want ja, ik denk dat daar gewoon donker is en zo. Weet je, het is nu namelijk ook gewoon pikdonker. Ik weet niet hoe laat het is nog steeds, maar goed. Het is nog pikdonker, dus ja, er valt niet heel veel te zien als ik in die taxi zit. Dus ik zie jullie wel weer. Tenminste, ik ga wel weer filmen als ik op Schiphol ben. En dan als er wat leuks is of zoiets, ik weet het niet. In ieder geval, hebben jullie nou wel heel erg veel zin in. Doe dan even dat duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal hier beneden en druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. En dan, we gaan trouwens de aankomende 2 weken niet live ook. Ja, misschien op Insta, maar ik denk het niet. In ieder geval, ik zie jullie straks dan als we op Schiphol zijn. Dus tot straks. Oké, jongens, we zijn op het vliegveld aangekomen. Ik ben net door de douane ingegaan. Ik heb alle koffers even ingeleverd. Maar ik niet, maar goed, weet je. Koffers zijn ingeleverd. We zijn nu bij de gate aan het wachten. Totdat we kunnen vliegen. Ja, totdat het vliegtuig, totdat we erin kunnen. Maar goed, de reden dat ik niet zoveel heb gefilmd is dat ik... van Schiphol mocht ik niet zo heel veel filmen. Want ik wilde dat eigenlijk al doen. Alleen... Toen sprak ze me aan, dus, maar goed, in ieder geval. Nou, we zijn in ieder geval door alles en wat nodig is, zijn we heen. Dus we moeten nu alleen nog wachten tot het vliegtuig er is. En ik denk dat ik nog een stukje ga filmen in het vliegtuig. Wacht heel even. Ja, we die deur op slot, want anders is het heel awkward. Maar in ieder geval, ik ga nog een stukje filmen in het vliegtuig, denk ik. En uiteindelijk als we op de camping zijn, dus... Ja, wacht, misschien kan ik die hier nog even neerzetten. Zo, ja. Kijk. Oh, shit. Stop nu. De zin van automatisch spoelen, maar in ieder geval... Ik zie jullie dan, hoop ik... denk ik, als ik in het vliegtuig zit, wil ik nog een beetje gaan filmen. En, ja... En dan als we op de camping zijn of iets. Of als we met de taxi naar de camping gaan. Dus ik zie jullie dan wel weer. Dus tot zo. Oké, jongens. Kijk, daar staat het vliegtuig waar we in gingen. Je ziet me trouwens ook in de weerspiegeling van het raam. Maar in ieder geval. Daar zo. Die. Dat vliegtuig. Gaan we in. Want ja, dit ding staat er, zeg maar. Dus ik denk dat we daarop afgaan. En dan gaan we straks allemaal in het vliegtuig stormen. Hij staat in ieder geval klaar. Daar staat ook nog echt een mega unit van een vliegtuig. Hé, hey Patrick. Kijk, daar is ons vliegtuig, hè? Maar je kan toch praten, man?
Nee, oh, we gaan Transavia, dat wel. Ik dacht dat het een hele skere vliegtuig was. Sorry. Ik dacht dat we met een heel skere vliegtuig gaan, maar kijk. Het is gewoon niet zo groot. Nee, maar het is gewoon prima. Nou, dus daar gaan we dus mee vliegen. Jongens, we gaan het vliegtuig in. Kijk, daar is mijn moeder al. We gaan even lekker het vliegtuig in. Hallo. Misschien dat we nog heel even kunnen filmen bij de deur. Hey. Oké, okay. Jongens, we moeten hem uitzetten. Oké, jongens, we gaan opstijgen. Ik weet niet wanneer we vol gas gaan. Nu gaan we vol gas! Aangekomen, we zijn nu
voor een store of iets, weet ik niet, maar mijn moeder moet weer sigaretten halen. En dan moeten we op wachten. Dus nee, hoezo? En we moeten nog even een taxi. We moeten taxi. Ze hebben nog geen taxi gedaan, hè? Dus ze gaan nog even een taxi regelen. Dan gaan we naar de camping toe. Ik moet nog wel mondkapje op natuurlijk, dus als jullie me niet goed kunnen horen, dan weet je dat. Wacht, moeten wij nou ook mee naar binnen? Ja, iedereen. Nee, ik wil niet. Nee. Waar staat er zo met pijn? Doei! Ik ga niet mee naar binnen, naar die lelijke smerige snotwinkel. In ieder geval... Smokewinkel. Ja, dus wij blijven even buiten wachten. Ze gaan even een taxi regelen. Zo snel mogelijk naar de camping. Ik heb al even mijn hoodie uitgedaan, want het was echt snikheet. De turbulentie was trouwens echt heel erg naar. Maar goed, ik stuur jullie zo bij de camping dan, denk ik. Dus tot zo. Ik ben nog heel even tussendoor. Er staan hier allemaal gekke spullen. Kijk eens. Holy shit. Ik weet niet hoeveel het water is, maar... Het is allemaal bling bling. Wat? Burger King, nee, ik vind Burger King echt goor. Kijk wat voor gekke Space Shuttle hier ook staat. Ik denk dat jullie het goed kunnen zien. Een of andere gekke Space Shuttle. Maar goed, zij zijn nog steeds daar in die store. Dus ja, oh, wacht even hoor. Ik ga maar even lekker zitten met Colin hier. Je mag hier niet zitten, je moet daar zitten. Ja, maar wij zijn... Nee, je mag niet. Maar ja, we zijn familie. Nee, er komt de politie. Oh, komt de politie, jongens. Politie, waar loopt die alleen rond? Ik heb trouwens ook nog een statief. Maar die zit in het tasje, in mijn koffer. Dus, nou, die kan ik later nog gebruiken. Nu moeten we echt nog heel lang wachten, denk ik. Maar goed, komt goed. Oké, mensen, we gaan even wat eten bij dit restaurantje. Patrick is er trouwens ook bij. Joh, dat is mijn neef. We zitten bij het zwembad, we gaan even wat eten. Een broodje en dan ga ik jullie zo meenemen naar het zwembad. Oh, er komt iets in beeld. Want ik heb zo'n zakje. Ik heb zo'n normale orange. Oké, okay, mensen, we gaan even. Wat? Dit is mandarijn, dit is anders dan orange. Ja. Maar in ieder geval, we gaan even lekker wat eten. Hier zo. We zitten naast het zwembad, ben ik met Patrick. Mijn neef en Colin. Ja, Colin is er ook met een flesje cola. Maar goed, dat kunnen jullie zien. We gaan zo even lekker even wat eten. Een broodje of iets. Biet. En dan gaan we daar even het zwembad in duiken. Ik heb even zo'n zakje. Een zakje? Zodat jullie mee kan nemen onder water. En dan geef ik mee naar het strand. Ja, zit je haar goed? Ja. Dus we gaan eerst even wat eten. Maar we kunnen pas om 1 uur in de kamer, hè? In de kamer, in de tent. In een tent, jongen. Hebben we een tent? Ja. Oh, we hebben een tent. Alleen, we waren hier al wat eerder, dus we zitten hier nu gewoon. Ik wil wel echt wel een keer naar Turkije. Ja, dat is wel echt wel chill. Beter of zo volgend jaar gewoon met z'n allen. Gaan ze wel vragen. Wat? Aan ons als we volgend jaar naar Turkije gaan. Maar dan gaan we zo even weer lekker zwemmen. Er zijn inderdaad geen zwembad. Ja, of in oktober wil ik ook wel mee naar Turkije. Maar dat is leuk. En dan met een waterpark erbij. Kijk hoe een beste ijsklop. Zo. Het zijn helaas geen glijbanen, maar toch is het leuk zwemmen. Je kunt toch wel leuke dingen doen. We gaan nog even naar het strand. En jongens. Tex gaat mij. Kijk deze ijsklomp. Nee, zeker niet. Ja, hij wil het graag. Hij zegt 10 euro per chick. Of zoiets, zei je toch? Ja. Ja, nou. Kijk dit spel om maar heen. Oh. The fuck? Dat is orange. Wat is dat? Dat is orange. Ja, dat is echt anders. Ja. Maar we gaan even eten. En gaan we zo even zwemmen. Oké, jongens, we hebben even lekker een bordje patat. Patrick heeft ook een lekker bordje. Geduld. En Colin heeft nog niks. Nee, hij krijgt zo even zijn hamburger. Ah, ik denk dat hij eraan komt. Ik zie nog een mannetje. Ja, kijk, hij komt er nu aan, Colin. Maar in ieder geval, we gaan even lekker genieten. Kill, je zit niks in. Oh. Kijk, een cheeseburger of zoiets. Hier zit niks in, joh, deze mayonaise. Oh, kijk hoe groot. En ik ga lekker patatjes eten.
Oh, ga jij ook lekker patatjes eten? Nee. Oh, nou, ik ga er even lekker van genieten. Oké, jongens. We gaan even lekker het strand in. Ik ben hier trouwens... We gaan naar het water hier, naar het Gooi Strand. Ik ben hier met Patrick en Colin. We gaan gewoon even lekker kloten. Ik heb trouwens, nu is mijn camera kwaliteit echt enorm slecht. Maar dat komt omdat ik nu een zakje op mijn telefoon heb. Dus, oh wacht, ik moet eerst even mijn slippers uit. Dus nu kan ik gewoon onder water filmen. Of gewoon bij het water. Zo, we doen dit uit zo. En dan kunnen we gewoon het water in. Hoe sick is dat? Ik kan jullie trouwens straks nog even de tent laten zien. Wow, dat was echt kei groot. Oh nee, kijk, hier liggen allemaal steentjes. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Jongens, ik pak even een band. Oh shit. Wow, shit, ik ben bijna weggezakt. Holy gas, wacht, ik moet hier nog een beetje omhoog. Ik moet anders, daar kan ik niet in mijn band. Oké, komt ie. Oh, en we zitten, jongens. Ja, wacht. Weet je wat we doen? Ik doe dit even zo om mijn hand. Zo. Wacht. Zo. Hoplakee. Kijk, nu kan ik jullie zo onder water filmen. Hey, hoe sick is dat? Dat is wel oprecht heel erg vet. Dus, ja, dan gaan we... Jongens, wat gaan we doen? Holy shit, ja, ik denk niet dat ze dat vanaf hier kunnen zien. Maar het is echt vet, vet. Echt heel erg vet. Nee, gelukkig niet. Jongens, jullie waren van de camera afgeschoten. Oh mijn god. Wacht jongens, we moeten even de band aan. Ik wil in één keer op de bodem staan. Maar dat kan niet. Ik moet eerst even die band aan, jongens. Oh shit. Die band drijft helemaal af. Oh nee. Oh mijn god, ik moet even opnieuw mijn telefoon vastklikken. Ik moet even die band pakken, joh. Oké. We hebben hem. Oké, dit is echt een kutbeeld waarschijnlijk. Filmt hij nog? Ah ja, hij filmt nog. Oké, mooi. Ik klik hem even opnieuw vast. Oh shit. Oké, jongens. Ik ben er weer. Het is echt keizout, gast. Het is echt vies, ik dacht dat ik net op de bodem kon staan. Dat is echt heel erg kut. Even kijken of jullie iets kunnen zien onder water. Ik hoop dat jullie iets gezien hebben, jongens. Hey Patrick, gooi even die bal. Ja, doe maar. Oh shit. Hey, hij zit in mijn band. Oké, wacht jongens. Jongens, daar ben ik. Oké, ik ga hem hier gooien, ik ga hem gooien, ja? Woe! Hier, wacht, ik moet dit ding ook even om mijn nek doen, dat is wat handiger. Colin, wat doe je? Colin! Hey! Wat een chaos, jongen, we gaan straks ook nog even lekker naar het zwembad. Colin, de bal ligt achter je. Pff. Jawel! Jawel. Nee. Maar wij... Nee, wel. Nee, komt goed. Hier, dit ziet er... Ik vind het echt vet. Ik denk dat het echt vet wordt. Oh, dat is een jetski. Kunt u doen? Wow! Kon ik gooit de bal. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik denk het eigenlijk niet. Hier, even lekker... Jongens, laat even weten of jullie kwallen of iets hebben gezien. Want dan zou ik nu echt keihard weg moeten... zwemmen. Oké, komt ie, ja! Oh. Ik was ook in één keer kopje onder, want ik dacht net
toen mijn camera eraf werd geschoten, dat ik op de bodem kon staan, maar het is al gelijk wat dieper. Ja, gooi! Hey Colin, je hebt de Afrikaanse alligator gevonden. Woe! Holy shit. Zien jullie trouwens ook in de verte? Ik weet niet of jullie dat zien. Daar drijft een geel ding op het water. En ik drijf echt enorm af. Er ligt een geel ding in het water. Misschien dat jullie dat zien. Of die jetski daar. Oh jong. We gaan even onder water de bal pakken. Nee. Jawel, ik heb getest. Ik heb ditzelfde zakje met een paar Uno-kaarten in 24 uur onder water gezet. En toen werd hij gewoon nog de kaarten droog. Dus wel goede kwaliteit gewoon. Nee, dat komt omdat hij van de statief afgaat. Maar nu heb ik hem ook goed vast. Oh shit. Oh, ik wilde hem ook gelijk al met een bounce. Hier, wacht. Wow! Oké, wacht. We moeten iets leukers doen. Hier, gooi. Hier stopt het. Hé, ik weet iets. Kom, we gaan even. Patrick, ik weet iets leuks. Patrick, ik weet wel iets. Als we even... Hé, hey Patrick. Hey, als we even... Als je even uit je band gaat en even gaat koekeloeren hoe diep het hier is. Ja, hier. Nee, dan ga ik wel filmen. Holy shit, er zit een zwarte schaduw. Zwarte inktvis. Nee, dat is natuurlijk de schaduw van hen. Nee, ga even kijken hoe diep die is. Nee, wacht. Ik ga wel even kijken. Vanaf het begin, zeg maar. Dus dan moet ik weer even terugzwemmen. Nog een eentje is dat trouwens. Oh, die bal. Kijk, ik moet even daar naartoe zwemmen. Oh, dat zout is echt goor, gast. Ik moet even terugzwemmen en dan kan ik even laten zien hoe snel het hier diep wordt. En het is trouwens ook wel geniaal. Want er liggen allemaal steentjes op een gegeven moment. Dus dan ga je voeten gewoon in. Oké, maar we gaan even dit pakken en zo. Oké, we zijn er bijna. Die vrouw. Oké. Ik denk dat het hier ongeveer de steentjes zijn. Kan ik hier staan? Oh ja, kijk. Oké, hier kan ik staan. Oké, ik kan het even laten zien. Oké, zoals jullie zien liggen redelijk wat steentjes. Maar kijk, je hebt hier, zeg maar, hier heb je het strand. En dan zitten hier allemaal steentjes. Dus het zit helemaal vol met steentjes en alles. Dat is wel gek. Zo. Oh, die twee, Colin en Patrick, die zijn al helemaal daar, joh. Oké, wacht, daar moeten we eigenlijk even naartoe. En wat me trouwens opvalt, tot zover ik ongeveer kan kijken, vanaf daar naar daar, zie ik overal gele dingen drijven. Oh mijn god. Patrick, die heeft de krokodil van Colin afgepakt. Wacht, ik gooi even een bal. Oh, die komt nog best ver. Ik denk dat we trouwens straks ook nog even naar het zwembad gaan. Maar goed, er zijn alleen helaas geen glijbaan. Dat is wel jammer. Maar goed. Ik zie jullie zo wel weer. Oh, trouwens, daar is een mannetje. Die gaat allemaal voetbalshirtjes verkopen. Kennen jullie dat? Ja, ik wel. In ieder geval, ik zie jullie zo weer. Best wel gaaf om te zien hoe die golven zo gaan. Net, oh mijn god, net waren de golven. Die gaan keihard hoog. En nu komen er van dit soort golfjes. Hier, wacht. Ik wil er eigenlijk even in eentje duiken. Hier komt die, jongens. Oh, die was heel erg slecht. Hier. Daar gaan we! Hey! Oh.
mijn statief was, de telefoon was van mijn statief. Maar goed. Oh, dat zout. Dat prikt echt op rondom mijn ogen. Dat is echt heel erg irritant. Even kijken hoor. Oh ja. Colin is er ondertussen ook weer. Ja, Colin! Oh mijn god. Nee, dit zien jullie sowieso niet. Maar ergens, even kijken, daar zo. Als ik dat aan kan wijzen. Is volgens mij echt één ziek groot attractiepark. Ik zie daar echt allemaal gekke achtbanen. Moeten we eigenlijk even een keer naartoe. Nee, ik wil sowieso even nog een keer naar Aquapark. Een Aquapark. Maar goed, dat komt vanzelf nog af. Kijk hoe ver Patrick al is. En zijn krokodil is ook los. Hey Colin! Hey, kijk waar Patrick helemaal is, jongen. Ja, zullen we zeggen dat hij is verdronken? Gewoon afgedreven. Ja, oké, hier. We gaan even naar mijn tante lopen, oftewel zijn moeder. En dan zeggen we dat hij is afgedreven, heel ver. En ik hoop dat we ja, weet ik niet. Ik zie jullie zo in ieder geval wel weer. Oh mijn god, jongens. Kijk hoe ver Patrick is afgedreven, jongens. Echt trouwens sick die golven. Maar volgens mij heeft hij het nou door dat hij is afgedreven. Dus laten we er even naartoe gaan. José is er trouwens al, zijn moeder. Maar in ieder geval, ik denk dat hij nou wel door heeft dat hij gaat aan het afdrijven is. En ook niet zo'n beetje ook. Want we begonnen letterlijk daar. En hij is nu helemaal daar. Dus we gaan even snel naar hem toe rennen. Colin, wat ga je nou weer doen? Je gaat hem toch niet als 2 jaar geleden weer op je hoofd gooien? Nee, pleur hem in het water. Probeer dat eens. Oh, dan krijg je hem weer op je hoofd. Bedoel je? In ieder geval Patrick, die lijkt daar gewoon nog rustig te dobberen. Want die vindt het allemaal wel prima. Dus ik hoop dat we hem ooit nog terugzien. Nee, natuurlijk. Maar zien we zo alweer. Zo, ik zie hier voetsporen. Oh, van iemand die echt extreem lange tenen heeft. Holy shit, valt me gewoon af. Hier, ik wil nog even een paar keer mooi filmen hoe die golven gaan. Zo, dan zet ik even mooi mijn camera aan hier. Hier zo. Ja, ziet er wel vet uit, hè. Hier, ik zit erbij nog. Ja. Nou, jongen, dan moet er wel een goede golf komen natuurlijk. Nog iets dichterbij dan. Ja. Ah, nice. Vet. Gewoon vet. Vind ik gewoon vet. Maar goed, Patrick zien we zo wel. Dus, komt goed. Jongens, Patrick is er weer! Jongens, zat je allemaal te doen, gast? Ja. Ik zat een beetje te tellen, maar ik dreef alleen maar die kant op. Ja. Ik dreef echt 3 kwartier voor het ene huisje daar. Holy shit. Zo, ik ben kapot. Holy shit. Yo mensen. Wil maar iedereen nu kijken bij nieuws vlog. Mijn naam is Tex. Nee. Ja, alleen we hebben intro. Wat is de intro dan? Ja, gewoon. Nee. Nee. Dit komt er. Jongens, de oorlog is begonnen. Hij is net terug aan de kant, maar de oorlog gaat gewoon door. Content. Ja, komt en. Volgens mij filmt hij niet goed. Oh, wacht. Hier, jongens! Hij was helemaal wazig door een of andere zoutkorrel. Er zat opgedroogd zout.
staat tegen mijn lens aan. Je zit allemaal opgedroogde zoutpikkels. Mag ik hem meenemen? Nee, dat is gaan wij kapot maken. Ik smeer hem, ik maak hem. Ja, allemaal opnieuw. Ja, de camera staat naar mij toe. Oké, mensen. Mag ik onder water? Wacht. Hier had je camera staan. Oh ja, je mag wel. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Zo! Hij viel weg! Hij viel eruit! Ik moet nog aan het opnemen, ja? Hè? Ik stop, hè? Nee, ik moet het editje er gewoon uitzetten. Nee. Hoe laat je dat erin? Ja. Nee. Jawel. Oh, ja. Wat is dat slecht? Dat is juist leuk. Oh ja! Nee, jongens, dat laten we er even uit. Ik ga jullie zo even een rondleiding geven door de tent, dus ja, de camera kwaliteit is nu even wel helemaal waar. Oké, mensen, ik wil even... Jongens, staat een bom aan. Wat? Oh, jongens, ik wil nog even de tent laten zien. Kijk, ze zitten hier al lekker spelletjes te spelen. Wacht, trickshot. Oké, doe maar trickshot. Oh, sick. Oké, nog een keer. Dubbel. Nog een keer. Oh. Dan, ja, sick, oké. Nou ja, die gaan dus even lekker tikken. En ik wil je even laten zien. Kijk. Ik heb zeg maar dit zo. Hier heb je zo dit. Hier, wacht, ik kan het beter zo doen. Zo, kijk, hier heb je een terrasje. Ja, dat was Patrick. Hier, waslijntje. En dan hier zo de tent. Ja, er staan wat koffers. Stoeltje, tafeltje. En hier slaapt mijn moeder in een tweepersoonsbed. En hier slaap ik met een half bed erbij, maar dat stond eronder. Dus ik dacht, gebruik ik ook gewoon, weet je, chill. En hier slaapt mijn broertje, maar daar is nog niks van te zien, want die heeft zijn bed nog niet opgemaakt. Hier hebben we de kitchen room, de keuken. Wat zit eigenlijk hierin? Ik wil dit even zien. Ah, nice. Allemaal gekke dingetjes. Koelkassie, niet heel interessant. Nou ja, hier staan wat spulletjes dus. En nou, de tent van Patrick en José. Oh, mag ik niet filmen? Nou, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus die staan trouwens naast ons. Dus het zijn lekker buurtjes. Dus ja, ik wilde u eigenlijk ook nog even een rondleiding geven. Dus nou ja, het is gewoon nice dat ik gewoon even... Dat ik gewoon... Ga je slapen? Oh, moeder gaat slapen, ze is moe. In ieder geval, het is gewoon nice dat we even... Oh, mag ik ook snoep? Ja. Oh, lekker. Maar in ieder geval, ik heb even een rondleiding gegeven waar ik de aankomende 2 weken ga slapen. Dus ja, dat is gewoon top. En even kijken hoe laat het is trouwens. Kijken, kan ik dat zo zien? Nee, ik kan het niet zien. Wacht, Patrick, hoe laat is het? Het is 2:50. Oh, dat is nog best wel vroeg. Ik dacht dat we al bijna gingen eten. Maar goed, ik wilde jullie dat nog even laten zien. En ik denk dat we dan even gaan wachten totdat we gaan eten. Toch? Of gaan we nog wat doen? Nee, gaan we nog wat doen, jongens? Of gaan we gewoon wachten tot we gaan eten? Oh, oké. Nou ja, ik denk dat we dan gewoon gaan wachten tot avondeten. Ja, het wordt wel lang wachten. Maar goed, zien jullie straks wel weer. Oké, jongens, het is de volgende dag. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik was gisteravond om, 6:15 op bed gaan liggen. Iedereen lag op bed toen, dus ik weet je, ik had niks te doen meer. Dus ik ben op bed gaan liggen. En ik word om 6:00 word ik wakker. En toen kwam ik erachter dat ik niet gewoon helemaal niks gegeten heb meer. Dus ik heb echt fucking erg honger.
Dus in ieder geval, ja, ik heb gewoon helemaal niks gegeten. Terwijl, die andere, jij hebt wel gegeten, hè, mama. Je hebt me niet wakker gemaakt. Nee, echt niet. Kon je niet wakker krijgen, zo moe. Nee. En zo. Nee, ik heb helemaal niet gezegd. Ja. Nee, niks. Ik reageerde net zo, maar dan kom ik je zo moe was. Vanaf nu spreek ik af dat je me wakker maakt zodat ik naast mijn bed lig, ja? Ik ben eerst wel wakker. Toen kon je wakker was, was je ook wakker. Hoor je ook niet mee? Nou, ik heb helemaal niks mee gekregen dan. Ik heb gemist, hoor. Ik kon even toch in ieder geval, ik heb gewoon helemaal niks gegeten. Dat is wel jammer, maar ze hebben gewoon, niet meer wakker gemaakt. In ieder geval, hebben jullie nou genoten van deze vlog? Doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden en druk op dat belletje naast de abonneerknop om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. En dan zie ik jullie morgen wel weer bij een nieuwe vlog. Dus tot morgen.